Dan geef ik het woord aan de heer Van Houwelingen van Forum voor Democratie, dan de heer Van der Staaij, SGP, de heer Van Hagen van de Groep Van Haga, de heer Dassen van Volt en dan mevrouw Simons van Bijeen. Allereerst de heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Ja, voorzitter, dank u. Hoorde ik nou de premier met droge ogen zeggen dat we economisch sterk uit de coronacrisis zijn gekomen? Ja, terwijl u weet, de afgelopen 10 jaar is de inflatie nog nooit zo hoog geweest. En daar in die inflatiecijfers zijn niet eens de huizenprijzen verwerkt. Jongeren, al helemaal niet, starters in het algemeen ook niet, kunnen aan een woning komen. De evenementenbranche ligt op zijn gat. De horeca heeft door die absurde coronamaatregelen een hele zware slag gehad. En ligt nu aan het infuus voor Groningen. Dus hoe kan u nou zeggen van we zijn economisch sterk uit die crisis gekomen? De heer Rutte. Nederland is op dit moment een van de, misschien wel de best presterende economie in de westerse wereld. Daar ben ik wel trots op dat we dat met elkaar gedaan hebben. Ik niet gedaan, dat heeft Nederland gedaan met 17 miljoen mensen. Vorige week nog een onderzoek van Bloomberg dat de Nederlandse corona-aanpak na Noorwegen de beste van de wereld was. Kijken naar alle indicatoren van zowel medisch als ook de economische impact en de sociale impact. De coronapandemie heeft natuurlijk gigantische gevolgen voor ons land, voor het welzijn van mensen. En we zijn er nog steeds niet van af. Maar ik denk als je kijkt naar de basis die we nu hebben en de mogelijkheden die er zijn de komende jaren, om ook in financiële zin vertaling te geven aan de grote vraagstukken die er liggen rondom bijvoorbeeld stikstof en klimaat, en dan gaat het om zeer grote bedragen, op een manier dat dat niet automatisch hoeft te leiden tot ernstige mate van koopkrachtverlies voor de mensen met een klein beursje of de mensen die deel uitmaken van de brede middengroepen. Dat is wel een collectieve prestatie met z'n allen geleverd hebben. Niettemin zijn die problemen er. De woningmarkt, stikstof, klimaat, grote vraagstukken natuurlijk ook rondom onderwijs, veiligheid, ondermijning. En uiteraard onze beveiliging, defensie, onze veiligheid ook internationaal. Dat zijn grote vraagstukken die we moeten oplossen. En dat motiveert mij enorm om met de taartpunt die ik heb, de 22%, maar wel met de andere taartpunten die misschien wat kleiner zijn, maar die opgeteld nodig zijn om te komen tot een werkbaar kabinet, om ontzettend ons best te doen om erin te slagen de komende weken tot een werkbare coalitie te komen. De heer Van Houwelingen. Ja, maar niet met alle taartpunten, hè, want er zijn een paar taartpunten uitgesloten. Dat wil ik toch ook maar even vermelden. Maar ik vind het fijn dat u in ieder geval herkent dat er problemen zijn. Maar hebben we niet tijd gekocht? Dat wil zeggen, we hebben heel veel. De heer Hoekstra zit hier achter mij, die kan u dat bevestigen. We hebben diepe zakken, we hebben miljarden er tegenaan gegooid. Dan inderdaad, dan geloof ik wel, dan kun je het misschien wat beter doen in vergelijking met andere landen. Maar is dat een structurele oplossing? Gaan we niet op een gegeven moment uit de tijd lopen, uit het geld lopen en zitten we dan straks op de blaren? Ik denk ook door het, dan moet ik toch iets aardigs zeggen over het zittende kabinet. Dat doe ik natuurlijk niet graag. Maar als ik kijk, en daar heb ik zelf betrekkelijk weinig bijdrage aan geleverd. Dus ik mag dat misschien ook wel benoemen. Erik Wiebes en daarna Stef Blok. Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees. De vormgeving van de steunpakketten. En ik denk een van de redenen waarom Nederland goed uit deze crisis komt, is de vormgeving van die steunpakketten. De NOW, de TVL, maar ook alle kleinere regelingen. Daarmee zeg ik niet dat er niet op dit moment ongelooflijk grote problemen zijn in Nederland als gevolg van corona. Ook in mentale zin. Ook wat mensen die nu voor het eerst weer naar de universiteit gaan, die een verschrikkelijk jaar achter de rug hebben. Een enorme impact die er misschien ook langere termijn heeft op het psychisch welbevinden van heel veel mensen. Maar als je in economische zin kijkt naar onze werkloosheidscijfers, de laagste van Europa. Als je kijkt naar onze rente, de laagste van Europa. Er zijn maar een paar landen in de wereld die een triple E hebben en een negatieve rente. Nederland is daar één van. Ik ben er trots op dat we dat niet als kabinet, maar met z'n allen als Nederland hebben gedaan. En dat geeft ook een mogelijkheid, een basis, om de grote vraagstukken die er zijn de komende jaren op te lossen, zonder daarbij een onevenredig groot beroep te hoeven doen op de koopkracht van de andere mensen in het land. En die kans en die grote vraagstukken die er liggen gezamenlijk, creëren bij mij de urgentie om ervoor te zorgen dat waar we nu allemaal niet blij mee zijn, namelijk de situatie die er is ontstaan, om er vanuit mijn hoek alles aan te doen om dat op te lossen. Dank u wel. De heer Van der Staaij.